Nee, ik denk dat het heel goed verlopen is. Het hotel is goed. De bedden zijn goed en het trainingsveld is goed. Eigenlijk heb je niet echt veel meer nodig om een goede winterstage te hebben. Dus er wordt goed getraind, er wordt hard getraind. Meer heb je niet nodig. Perfect. Het kan eigenlijk niet beter zijn. Dus het is absoluut de perfecte omstandigheden om te werken hier. Er wordt ook echt goed gewerkt. Er is een goede samenhang in de groep. Dus eigenlijk kun je niet meer verwachten. Maar er wordt heel hard gewerkt en de bedoeling van de trainer die worden heel goed geprobeerd om te doen. Dus als trainer in zijn oogpunt moet dat heel bevredigend zijn, denk ik. Er wordt heel scherp getraind ook. En wat ook belangrijk is, dat die jonge gasten zich echt wel proberen in te passen in de ploeg. En dat ze echt wel bepaalde kwaliteiten hebben ook. Dus dat zijn dingen die je graag wilt zien. Ook de nieuwe spits past zich aan. En dat zijn heel belangrijke dingen naar het verloop van de competitie toe, denk ik. Nee, ze kunnen absoluut heel goed voetballen, absoluut. Dat is het eerste wat iedereen ook weet. Maar het is natuurlijk wel zo, om in eerste klas te voetballen moet sterker zijn. En dat is op deze moment nog niet het geval, maar ze zijn er heel hard mee bezig. Ze moeten alleen verder trekken na de stage ook. Het is niet alleen op de stage werken aan hun lichaam en dan thuis niet te veel eraan doen. Maar als zij willen werken, dan denk ik dat ze allemaal één voor één eigenlijk een heel schone toekomst kunnen hebben. Maar ik denk dat iedereen zijn wedstrijd heeft gespeeld tegen Mechelen. Het was voor mij het allerbelangrijkste was dat die echte derby-sfeer erin. De supporters die wilden iets extra zien. We hebben dat ook gegeven. Het was niet altijd mooi. Het voetbal was ook niet altijd perfect, zeker niet. Maar ik denk dat we echt gevochten hebben als een ploeg. En dat is geen dat Lierse moet hebben thuis. Thuis moeten gewoon vechten als een ploeg. En je moet moeilijk te verslaan zijn thuis. Dat is mijn mening erover. En als we de eigenlijke wedstrijd kunnen doen, dan denk ik dat we thuis sowieso nog veel punten moeten halen. En kunnen halen. En dat we zelfs af en toe zeker een stunt moeten kunnen doen. Met nu de volgende wedstrijd, de Club Brugge en Anderlecht. Ik denk dat dat twee heel schone gelegenheden zijn om te tonen waar we staan als club, waar we staan als ploeg en de fighting spirit dat die er is. Ja, absoluut, maar ik denk dat dat ook een voordeel is. Ik denk dat als je nu gegroepeerd en scherp kunt spelen thuis en hetzelfde kunt doen op verplaatsing, want op verplaatsing moet het tegen minder grote ploegen zeker in het spel proberen te maken ook niet. Dus ik denk dat eigenlijk allemaal een beetje samen dezelfde wedstrijden gaan zijn. En als we dat ene keer die lijn erin kunnen krijgen, als we ene keer die fighting spirit duidelijk altijd aanwezig kan zijn, dan denk ik dat we veel ploegen plan kunnen doen. Ja, sowieso. Ik heb daar een fantastische tijd gehad. Ik heb daar 5 jaar geweest. Super goede tijd gehad. Dus elke wedstrijd tegen Club Brugge zal sowieso altijd speciaal blijven. Maar nu is het natuurlijk ook de eerste wedstrijd van de heenronde. Wij hebben ook de punten nodig. Zij zijn verloren tegen Waasland Bever, dus zij zullen waarschijnlijk ook iets willen rechtzetten. En je komt altijd uit een stage, dus je wilt bepaalde accenten leggen als een club. Dus nu zal het altijd als ploeg. Dus het zal belangrijk zijn welke accenten zij willen leggen, welke accenten dat wij gaan leggen. Maar ik verwacht dat we echt een heel weerbare wedstrijd gaan spelen en dat we misschien zelfs een stunt kunnen doen. Maar ik heb wel gezegd dat we niet te hoog van de toren mogen blazen, ook niet. Ik denk dat we eigenlijk in mijn ogen de meeste punten die we kunnen pakken hebben gepakt. Ik denk er zijn 2 wedstrijden dat we niet goed waren. Dat is volgens mij thuis tegen Oostende en ik denk in thuis tegen Oostende, thuis tegen Gent. Dat waren volgens mij wedstrijden dat er eigenlijk meer in had gezeten. Maar voor de rest denk ik niet dat er veel wedstrijden zijn geweest. Waasland is ook niet goed. Maar dat zijn 3 wedstrijden dat je eigenlijk niet hebt wat je wou halen voor de wedstrijd. En dat moeten we gewoon proberen nog beter te maken nu in de terugronde. Het is een beetje moeilijk geweest voor mij. Omdat het lang heeft geduurd voordat ik in de ploeg kwam. En dan heb ik eigenlijk de meeste wedstrijden als rechtsachter gespeeld. Terwijl ze mij gehaald hebben als centrale verdediger om van daaruit leiding te geven. Dus dat is op deze moment nog niet geweest zoals ik het zelf zou willen trouwens. Omdat hij nog veel beter moet kunnen. En daar zijn we aan het werken en hopelijk kan ik dat brengen in de terugronde.